Infomix met muziek en informatie. zit ja, zitten al in de studio met een fotocamera light painting. Fotograaf Lisbeth van Asselt van Stapfoto's heeft plaatsgenomen achter de microfoon. Ja, je bent fotograaf. Al diverse keren te gast geweest hier in Infomix. Mensen die jou nu lekker niet kennen, hoe lang ben je al fotograaf? Nou, ik fotografeer al sinds uh, dat ik kind ben. Toen uh, fotografeerde ik al met de camera van mijn vader. Uh, maar uh, beroepsmatig fotograaf. Ik ben in uh, 2004 uh, begonnen met het bedrijf Dus uh, sinds 2004, uh, ja, ruim 15 jaar inmiddels. Ja, Dan heb je ook wel meegemaakt, want we gaan straks over je boek hebben. Daarvoor zit je hier ook, je boek Light Painting. Inmiddels in april zat je hier. En inmiddels is de derde versie uitgekomen. Ja. Is klopt. Uit in dat boek begin je ook over de fotografie van vroeger. Want je zit hier, de luisteraar ziet niets, met een camera. En je staat niet, <laughs> je, je sta niet en fotografeert achter die camera. Vertel. Er ligt een mooi kastje voor je. Ja, dat is dus uh, een, uh, een dingetje waarmee ik de camera bedien. En misschien uh, is het te horen. Kijk, nu maak ik een foto van hoe wij hier aan tafel zitten. Gewoon op afstand. En dat kon vroeger natuurlijk niet. Nee. Uh, dus er is in, uh, in de tijd dat ik aan het fotograferen ben echt heel veel veranderd. Uh, dus ja. In die 15 jaar, want ik kan nog herinneren dat ik heel blij was dat ik met mijn geld een mooie minota kon kopen met met rolletjes nog. En een half jaar later werd het al digitaal. Ja. Ja. ja, en in, in het boek uh, begin ik inderdaad over hoe dat was. En dan heb ik het vooral over flitsfotografie. Um, en Wat je nu kunt, je zet een ding op je camera... en je kunt flitsers op afstand besturen. Hè? Dus je kunt overal flitsers neerzetten. En jij staat achter je camera en op 100 meter afstand gaan de flitsers af. Nou, dat was tien jaar geleden ondenkbaar. He, ik dus, denk me een beeld van vroeger. Uh, een flits, ja, nou, precies. Die, uh, aan een kruisnoer. Ja, ja en precies. Flits. Ja. Nee, en, en precies. En dan had je nog allemaal poeder wat dan uh, ontbrandde. Dus ik heb vroeger ook nog echt met van die blokjes gefotografeerd op ja. je camera. Hè? Ja. Uh, zo ging dat toen. Um, maar nu dat je het op afstand kunt bedienen... en op afstand kunt, uh, in kunt stellen hoe hard die flitser moet flitsen. En, ja, dat is fantastisch. Dat opent zoveel nieuwe mogelijkheden... Ja. Maar waar moet ik aan denken? Ja, light painting zometeen, maar... Ja, nee, maar wat je bijvoorbeeld... Uh, wat ik nu kan doen als ik, voor een, ik... Ik ben bedrijfsfotograaf, hè. Dus als ik bij een bedrijf fotografeer... en uh, ik kan in al die kamers bijvoorbeeld flitsertjes zetten... in de uh, deuropeningen... zodat in die gang allemaal mooie lichtstroken komen. Ja, dat is toch ondenkbaar, tien jaar geleden? Dan had ja. je de flitser op de camera staan en dat was het. Ja, meer kon je niet. Flitser meer kon je was... niet. Nu staat hij los van hier zit geen flitser op op deze kamer. Nee, ik heb nu geen flitser mee. Deze doet het prima zonder okay. flitser. <laughs> nee, je hebt ja. ook niet altijd flitser nodig, denk ik. Nee, die heb je niet altijd nodig. Maar voor, voor de wat creatievere dingen. Ik heb op de rendeclippen bijvoorbeeld een eikenboom uh, gefotografeerd. Die is helaas inmiddels gekapt. Maar goed, oh, toen nog zonde. wel. Maar wat je dan kunt doen is allemaal flitsertjes rondom die boom zetten. Uh, op in allerlei uh, liggend, staand, allerlei takken uitlichten. En zelf kun je dan op 100 meter gaan staan. En dan is die boom in het landschap heel mooi uitgelicht. Ja, dan sta je er ook niet bij. En dan in het sta schaduwen. je dus niet. Nee, nee precies. En, en voorheen kon dat alleen maar. Jouw standpunt was ook het standpunt van de flitser. Ja, dat hoeft dus niet meer. Nee. En ik kan gelijk zien als ik nu op het schermpje kijk. Oh, maar die flitser staat niet helemaal goed en die staat niet helemaal goed. Dan kun je het veranderen en dan maak je de foto nog een keer. Is het leuker geworden in al die 15 jaar? Ja, nou, het is minder spannend. Hè? Want het was natuurlijk heel spannend als je na de uh, camerazaak je rolletje gebracht had. Of, uh, nou, ik heb zelf een doka gehad. Dat je daar uh, de boel ontwikkelde. En als dat dan opkwam, ja, dat is een heel spannend moment. Maar ook nog in fotozaken en haalde je de foto's op. Dat was, ja, dat is echt heel spannend. Heb je wel eens gehad dat je je zakje ophaalde er niks... Ja. Oh. <lacht> <lacht> niks <laughs> gelukt was, wou hebben we dat toch doet. allemaal wel ja. al eens gehad? Ik bedoel, ja, ja, nee, natuurlijk heb ik dat ook gehad. <laughs> He, maar het is, ik zie bij mijn cursisten ook de leerkurve is zoveel steiler geworden, omdat je uh, gelijk kunt zien wat er gebeurt en wat het effect is van iets een instelling veranderen. Ja, dat, dus dat maakt het veel dat, dat maakt het wel leuker, vind ik. Dus nee. ik ben wel heel blij met die ontwikkeling. Ja. Je noemt ja. je cursisten. Die kun je natuurlijk ook direct volgen. Ze dus hoeven niet te wachten op dat filmpje bij die. Uh... En ze krijgen meteen feedback. Ja, ja. nee, precies. En daarom zijn die lukken. dus ook veel... Uh, ja, en, en weet je, je ziet alles. Je ziet of het goed belicht is of niet, maar je ziet ook... Nou, Ik ben nogal allergisch voor foto's waar mensen uh, bijvoorbeeld een boom of een paal uit hun hoofd hebben groeien. Ja, ik ben nu aan het wijzen, maar dat ja, zien nee. de mensen natuurlijk niet. Maar dat kun je, kun je wel gelijk zien. Hè, dus... Um, ja, dat, dat, dat maakt dat uh, zo'n cursus ook veel leuker is en veel interactiever. He, omdat je gelijk meekijkt op het schermpje bij mensen. van Oké, okay, maar als je nou dit doet, dan wordt hij weer veel mooier. Dan kunnen ze dat doen en dan zien ze het gelijk zelf ook. Ja, maar dat is dus zo leuk om je kennis over te dragen aan... Ja, uh... ah, dat is toch fantastisch? <laughs> Ja, dat vind ik echt heel leuk. Weet je, ik, ik fotografeer dan nou, iets meer dan 40 jaar, denk ik. Um, en ik. Dus heel veel kennis en ervaring. En je ziet cursisten binnenkomen... niet wetend waar de knopjes op hun camera voor dienen. Echt gewoon niks wetend. En na zeven lessen maken ze gewoon prachtige foto's. Zo snel gaat het, hè? Dus nee. in, in, een, in een beginnerscursus, beginnerscursus is zeven lessen... kun je mensen gewoon al van niks naar hele mooie foto's krijgen. Ja, dat, dat, nou, dat vind ik echt kicken. Ja. Zijn er ook mensen die ooit bij jou op les hebben gezeten... zelf fotograaf geworden? Ja, ja. ja. en bij mij heb je dan beginners... en daarna stromen ze door naar de gevorderde En dan heb je de vakgroep. En de vakgroep dat zijn dus mensen die of gevorderde gedaan hebben... of de fotovakschool. En daar blijven mensen hangen. Dus uh, Ze zitten twee jaar, maar sommige eentjes zitten er nu negen jaar bij. Dus die blijven gewoon echt lang in die vakgroep. Die krijgen dan van mij persoonlijke coaching. En dat zijn vooral ook mensen die dan fotograaf uh, gaan nou, worden. Ja. Een beroep te maken. Ja. Ja. Mooi toch? Ja, fantastisch. <laughs> ja, vijftien ja, jaar in het vak, heel veel meegemaakt. Je zei het, diverse flitsen, rolletjes, uh, nu digitale tijdperk. Is er in een digitale tijdperk behalve die flitsers, ook alweer veel veranderd na de start? Het, nou, het is vooral de techniek die veranderd is. Hè. Dus dat je uh, bij de eerste digitale camera's, um, uh, als je dan uh, het beeld wat wilde versterken, zoals je met rolletjes had je ASA en ISO. Ja, hè. 400 en zo Precies, dan moest je een 200 rolletje je overdag en een 400 als het wat donkerder was. En een 800 ISO rolletje, dat deed je s'avonds uh, bij een feestje of zo. Maar dan had je heel veel korrel. Nou, nu kun je je camera ook naar. 100, 200 of 800 zetten bijvoorbeeld. Dus dan hoef je het niet meer per rolletje te doen. Maar dan doe je het per foto. Um, en in het begin gaf die 800 uh, gaf net zoveel korrel... dat noemen we in digitale tijdperk ruis... Uh, als je rolletjes. En nu is 800 is bijna geen korrel CQ ruis meer. Dat is je, Dus Die techniek is, is zoveel... Dus dat maakt nu ook dat ik zonder flits kan fotograferen. Ik heb hem nu op een, uh, een ISO staan van 3200. 32? Ja, dat is echt okay. heel hoog. Ja. Zonder dat ik daar last van korrel slash ruis krijg. Ja, nee, want korrel slash ruis krijg je ook al mensen die zeggen van... ik wil een foto iets uit laten vergroten. Dat kreeg je vroeger heel snel. Ja, ja. Maar goed, je, dus de, de technieken om de foto mooier te maken... Uh, die zijn wel veranderd. Ja. En, uh, en, maar de omslag van, van rolletje naar digitaal, waarbij je nou ja, die ISO per foto kon doen, je witbalans in kon stellen, hè? dus de kleurtemperatuur van met gloeilampen en TL, moest je vroeger andere rolletjes voor in je camera stoppen. Ja, kun je nu gewoon met een knopje instellen. Hij ja, vroeg kon, hè, of je had meerdere camera's nodig die je meenam. Ja. Maar of je, deed, je moest het rolletje eruit halen en dan was het 36 foto's. En dan dacht je na acht foto's, ik moet me eigenlijk eruit halen. maar vind ik eigenlijk zonde. Want dan, ja, dat rolletje kost geld. En dan ja. moest je de rest van die foto's onbenut weggooien. Dat vond je dan zonde. Ja, dan moest je ja. keuzes, andere keuzes maken ja. dan nu. Ja, in het voorjaar kwam het eerste Nederlandstalige boek uit over light painting. En dat is een waar succes, hè? Vertel. Ja, dat is een succes, ja. Ja, ik ben inmiddels uh, aan de derde druk uh, toe, tot mijn grote verrassing. Dus uh, er zijn twee drukken geweest die hetzelfde waren. En uh, de derde druk uh, heb ik, nou ja, na toch veel vragen van, uh, van mensen, uh, behoorlijk uitgebreid. Uh, met een deel over flitsfotografie, dan in combinatie met lightpainting. Luisters die niet weten, vertel wat is light painting? Light painting is uh, spelen met lampjes, zeg ik <laughs> altijd. Um, dus je gaat voor je camera staan en uh, maakt figuren met, uh, met lampjes. En daarvoor moet je dus de camera op afstand bedienen. Of er moet iemand anders achter de camera staan die het knopje indrukt. Want anders lukt het natuurlijk niet. Want jij staat een aantal meters voor je camera te zwaaien met lampjes. Ja, maar je ziet jou niet in beeld. Je ziet niemand echt in beeld. Nee, in die Je moet wel zwarte kleding aan doen. Okay. Um, want het licht schijnt natuurlijk ook wel op jou, maar met zwarte kleding reflecteert dat niet zo. Dus dat gaat goed. Uh, en als je blijft bewegen, kom je ook niet in beeld. Dus uh, dat, er zijn wat trucjes voor om niet zelf in beeld te komen. Nee, want dat zie je niet tenminste. Nee. Dus, uh, nee. uh, nu de derde versie, met, uh, met, met, met ja, een succes dus. Uh, en de herziene versie, uitgebreid ja. met, met die lamp. Met ja, ja. die flitstechniek, zeg maar even, ja. waar we het net over hadden. Waarom heb je dit, uh, hier de puntjes op ingezet? Alleen om die vragen van die. Nou, is dat wat ik zeg van die lezers? Ja, ook omdat het echt wat toevoegt. Want als je, um, als je naar mijn foto's kijkt, dan zie je vaak dat uh, ik sta voor de camera. Um, in plaats van erachter, dus ik sta voor de camera en er staat een model, wie dat dan ook is, staat voor mij. En tussen mij en dat model ben ik met het licht aan het schrijven, maar dat betekent dat dat model een silhouet wordt. Als je iemand fotografeert tegen het licht in, bij een zonsondergang of zo, kan je dat ook wel hè, op het strand. Mm -hmm. Fotografeer je iemand tegen de zonsondergang in, dan wordt diegene zwart. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook als ik met licht achter iemand sta. Dat is dan geen zonsondergang, maar dat zijn dan mijn lampjes. Dus dat model wordt dan zwart. Ja, en sommige mensen vinden dat prima, maar een echt model... Hè, die van haar beroep model is, ja, die wil gezien worden. Nou, en dat kan niet anders dan dat je haar ook verlicht. En daar gebruik je dan een flitser voor. Dus uh, vandaar dat ik dacht van oké okay, om, om uh, de puntjes op de i te zetten en ook die toevoeging te doen aan het boek. Ja, dan moet ik gewoon het uitbreiden. Dus het is bijna dubbel zo dik geworden. <lacht> 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 er was iets meer over te vertellen dan ik van tevoren bedacht had. Ja, en ja. nou zijn er, mensen, ze, zijn er mensen alweer teleurgesteld die ze zeggen of, uh, van... Ja, dat hoor ah, dat ik hadden... wel. Van, nu heb ik dat eerste boek gekocht. Maar ja, dan zeg ik van ja, dan heb je er toch in ieder geval al van genoten en mee geoefend. En, uh, en dat vinden ze ook allemaal hoor. Dus, ja, misschien uh, kunnen ze het weggeven en deze weer kopen. Dat natuurlijk. zijn ook mensen die dat doen. Ja, ja dus, die zeggen van, nou, die geef ik weg aan iemand ja. die net begint ermee. Ja, precies. Uh, uh, en die kopen dan uh, nu met deze met de flitstechniek. Ja. Ja. Heb je ook nog cursisten die lightpainting volgen bij jou? Oh ja! <laughs> ja, ik, heb, uh, uh, ik blijf aan het plannen. Want ik had vorig jaar drie workshops uh, gepland lightpainting. Uh, die geef ik dan in het Wagenhuis uh, uh, in, in Epe. Oud uh, hotel. Um, prachtige locatie overigens. Um, en het liep maar vol, en het liep nog eens meer vol, en het liep nog meer vol. Dus nog een workshop erbij, en nog een workshop erbij. En op een gegeven moment werd het mooi weer. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon naar het strand. Dus uh, nu geef ik ze dan als het goed weer is op het strand bij Elburg of op het strand bij Urk. is dus echt mooi, mooi ook daarom te fotograferen. Kun je de vuurtoren erbij pakken. Um, maar die zitten gewoon allemaal vol. Als je op mijn website kijkt naar de Lightpaint workshops zie je allemaal wachtlijst staan. Dus ik heb inmiddels mijn nieuwe uh, gepland voor het volgend jaar. Nou, ja. daar, daar is nog plek. Ja, hoe verklaar je dat succes? Want ben je een van de enigen? Je bent de eerste ja. die een Nederlandstalig boek uitgaf. Ja. ja, ik was ook de eerste die met deze workshops in Nederland begon. Uh, inmiddels is er nog iemand uh, die het doet, maar die zit heel ver weg. Uh, dus in deze regio ja, ben ik nog steeds de enige uh, die deze workshops geeft. En ik heb het nu wel gesplitst in workshops uh, light en um, in workshops Flash en Light Art. En dat is dan light met flitsfotografie erbij. Dat is He, dus, een nieuw gedeelte van de boek. Ja, dat mensen echt kunnen kiezen: van nou, ik hoef niks met die flitser. Want sommige mensen vinden die flitser nog maar een eng ding. Uh, dat die alleen uh, het light doen. Nou prima. En dan uh, het is het leuk, want dan ga ik lekker naar het strand en mooi weer. Dus het is heel relaxed. Waarom is het uh, zo eng voor sommige mensen? Zo flitser? Ja, een flitser is, heeft de naam om ingewikkeld te zijn. He, vroeger moest je natuurlijk rekenen met richtgetallen. En, uh, dus iedereen vond die flitser. Um, ingewikkeld vond ik ook hoor. Ik vond het vroeger ook een ingewikkeld ding. Dan moest ik gaan rekenen op hoeveel afstand ik dan moest staan en nou, dat. Maar ja, nu heb je dat schermpje en nu kun je gewoon zien. Oh, hij staat een beetje te hard. Nou, dan zet ik hem iets zachter. Nee. Dus het is helemaal niet meer moeilijk. Maar sommige mensen hebben nog wel dat idee. En nou, die komen dan eerst de workshop light paint te doen en daarna uh, gaan ze door naar het flitsen. Ja. Dus, uh, het boek, waar is het dat te koop? Natuurlijk via website. Www ja, alleen, via mijn, uh, oh. alleen via mijn website, uh, dus www.stapfoto.nl. Je was al aan het begin. Ja, ja. <laughs> ja. ja via website. Dus. Ja, ik heb ervoor gekozen om het nog niet. Uh, misschien dat ik dat in de toekomst nog wel eens doe. Uh, maar om het nu nog niet in ieder geval via de bol.com en zo uh, aan te bieden. Die andere twee wel? Of ook nee, al, nee. Of nee, allemaal nee. Via nee, weet je, het wordt allemaal zo goed verkocht via ja. mijn website. Dat ik denk de marge die Bol.com uh, pakt. Kijk uh, zelf ook. Uh, ja. ja, een boek schrijven kost heel veel geld. Je, je verkoopt het onder kostprijs eigenlijk. Hè. Dus, dus daar kun je nooit marge op maken. En als dan Bol.com ook nog heel veel marge krijgt. Vind ik dat een beetje zonde. Dan stop ik dat liever in weer nieuwe spullen die je kan gebruiken met lightpainten. Ja. Boek vol met foto's natuurlijk ook. Want ja, uh, Ik zeker? heb een, een filmpje gezien van een nieuwe versie. Ja. De bladeren je door het boek heen volgens mij. Ja. Ja. Op een YouTube filmpje is het, ja, klopt uh, dat, dat? Zag ik tenminste. Wat kost het boek 27,50 en dan kunnen ze via die website zetten een bestelformulier of zo? Ja, precies. Dan kunnen ze het bestellen. Dus ja. uh. nu nader uh, het eind van dit jaar heb je nou nog speciale opdrachten in waar je een tipje van de sluier kunt oplichten in de maand december? Waar je gebruik maakt van het uh, donkere licht. Jeetje. Nou ja, ik heb. Misschien... Het is donker dus. Uh... Jij, jij bedoelt. Um, ik heb bijvoorbeeld een kerstkaart gemaakt. Dat bedoel je? Ja, zoiets. Ja, nou, ik heb met een, uh, een, uh, een groen lampje ben ik voor de camera gestaan. Dan heb ik een uh, kerstboom getekend. Hè? Dus de takken van een kerstboom. Um, en je kunt in zwart uh, papier kun je schabloontjes maken van kerstballen. Dus al is het maar een rondje. En dan in dat zwarte papier plak je gekleurd vliegenpapier. En dan doe je een zaklampje erachter. En dan zo plak je de ballen in de kerstboom. Met... Jij zit naar mijn handen te kijken. Ja, wat ik allemaal aan het plakken ben, hè? Ja. Dan plak je de kerstbomen met het schabloontje met een zaklamp erachter uh, in een kerstboom. En dan heb je een rood schabloontje en een blauwe. Dan heb je gekleurde kerstballen in je boompje. Unieke kerstkaart. Gewoon leuk. Dus. Je ja, heb je hebt een unieke kerstkaart, ja. ja. Ik ga je heel veel succes toewensen met, uh, met al je activiteiten. Ik hoop je in het jaar 2020 zeker weer uh, te ontvangen met wat je ook te doen bent. En uh, bedankt voor je komst en en heel veel succes met Light Painting. Dankjewel. Met Light Painting. Dankjewel. Met Light Painting.